video heb ik een Get Glam With Me, hoe ik mij klaarmaak voor mijn diploma-uitreiking. Dus ben je daar benieuwd naar, kijk dan zeker even verder. Nou, ik begin 's ochtends met een lekker blote billengezicht en haar wat nodig gewassen moet worden, want dit kan echt niet. Ik ga eerst Olaplex in mijn haar doen, nummer 3, dus ik kam mijn haar eerst even goed door, dat alles goed uitgekamd is van een nachtje slapen. En daarna breng ik Olaplex nummer 3 aan op mijn hand, best wel ruim deze keer, om het even goed te verzorgen. En dit doe ik helemaal tot in mijn puntjes aanbrengen. Daar kan ik dit nog even door met een andere borstel, zodat alles goed verdeeld is. En dat de Olaplex overal even goed kan intrekken. Nou, dit zet ik even vast en laat ik eventjes intrekken. En daarna ga ik uiteraard mijn haar wassen. Zo, mijn haar is in ieder geval weer lekker fris gewassen. Dan is het natuurlijk nog even tijd om lekker een bodybutter op te doen. Ik gebruik hier de Sol de Janeiro Bum Bum Cream. Lekker op mijn benen en op mijn armen. I love it. Daarna ga ik verder met het reinigen van mijn gezicht. En als cleanser gebruik ik deze cleanser van hun Uncover Skincare voor de normale tot droge huid. En daarna was ik deze cleanser er weer af en daar gebruik ik deze maskersponsjes voor met lauw warm water, zodat mijn gezicht helemaal goed gereinigd is van een nachtje slapen. Dan ga ik verder met mijn toner, ook deze is van Uncover Skincare en deze is ook voor de normale tot droge huid. Nu ga ik mijn oogcreme gebruiken en dit is de Clinique Pep Start oogcreme. Voor de verzorging van mijn huid gebruik ik de moisturizer van Uncover Skincare voor de normale tot droge huid. Ter bescherming van de zon gebruik ik ook deze SPF 30 van Uncover Skincare op mijn gezicht. Zo, dan is mijn huid helemaal schoon, fris en gereinigd en de perfecte basis voor make-up. Dus let's go met de make-up! Ik begin natuurlijk met een primer. Dit is mijn favoriete primer van Becca, de First Light Priming Filter. Deze geeft een mooie verhelderende glow over je huid en maakt de huid ook heel erg zacht. Wat heel erg fijn werkt in combinatie met mijn foundation. Normaliter gebruik ik altijd Uncover Skincare Foundation, maar voor iets als dit is het net even iets te weinig dekking. Dus ik ga mengen met deze Huda Beauty Faux Filter Foundation en dan krijg ik net even iets meer dekking over mijn huid heen. Voor mijn concealer gebruik ik de Cover FX Power Play Concealer. Deze breng ik aan onder mijn ogen om net even iets meer schaduw eigenlijk weg te werken onder de ogen. En hiervoor ga ik mijn nieuwe Fresh Beauty Blender gebruiken om dit mooi te vervagen. Om af te poeden gebruik ik de Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finishing Powder, zowel onder mijn ogen als op de rest van mijn gezicht. Dan ga ik iets meer kleur aanbrengen, daarvoor gebruik ik de Benefit Hoola Bronzer om net even iets meer kleuraccent te creëren in mijn gezicht, om het gezicht net even op te warmen. Ik gebruik de Kevin O'Quam Sculpting Powder in Light uit dit palet. En dit zorgt ervoor dat ik net even iets strakker kon contouren. Dit zijn namelijk hele fijne poeders daarvoor. Voor blush gebruik ik deze Hourglass Blush in de kleur Mood Exposure. Dat is een hele zachte oudroze kleur, maar vond hem wel heel mooi natuurlijk bij deze look staan.
voor de highlighter gebruik ik een van mijn favorieten. Dit is de Anastasia en een Reese highlighter. Deze geeft echt een super mooie glow perfect voor dit soort gelegenheden als je het mij vraagt. Dan ga ik alvast een klein laagje Sally Spray aanbrengen om dit geheel alvast mooi in mijn huid in te laten werken. Dan is dit alvast de basis. Dit is dus hoe het eruit ziet. Vrij natuurlijk, maar net even iets meer glamour. En nu gaan we verder met de ogen. Ik gebruik de Too Faced Shadow Insurance als oogschaduwbasis. Ik ga tijdlijnen met het potloodje van Marc Jacobs, net even iets meer volle wimpers te creëren. En ik gebruik mijn favoriete wenkbrauwproducten van Benefit om mijn wenkbrauw mooi in shape te brengen. Ik gebruik het Grooveproof Brow Pencil om mijn wenkbrauw bij te tekenen. En met de Anastasia Clear Brow Gel zorg ik ervoor dat de haartjes goed dezelfde kant op blijven staan de hele avond. En om mijn wenkbrauw nog net iets strakker te maken gebruik ik het Highbrow Potlood. Deze zorgt voor dat de wenkbrauw wat strakker worden, maar ook gelijk gehighlight. En dat geeft een erg mooi effect, vind ik zelf. Om het af te poederen gebruik ik de Colourpop Pressed Shadow in de kleur Hear Me Out. Dat is een matte basiskleur en dat is een perfecte basis voor onder de wenkbrauw. Vaag nog een beetje over mijn ooglid heen, zodat alle andere kleuren die er overheen gaan netjes mooi blenden. Ik hoor hier twee paletten gebruiken van Juvia's en dan gebruik ik deze nude kleur. Dus een hele zachte taupe tint en daarmee ga ik een transitie aanbrengen in mijn arcadeboog. Dus ik voor een iets donkerdere kleur uit dit palet en dit zorgt ervoor dat ik iets meer diepte aanbreng in de arcadeboog, waardoor de ooghoek ook net ietsje donkerder wordt. Daarna gebruik ik deze bruinrode Bordeaux tint aan de buitenkant van mijn oog om iets meer diepte aan de zijkant aan te brengen. Deze kleur breng ik ook aan langs de onderste wimperrand en iets meer naar de buitenkant toe en niet te veel naar het midden. Dat vind ik zelf het mooiste effect geven. Ga ik mijn Pat McGrath Bronze Seduction Palet gebruiken en gebruik ik deze gouden kleur over de zijkant van mijn ooglid. Dat wil zeggen dus voornamelijk in het midden, zodat ik een mooie overloop krijg met de Bordeaux kleur. En deze probeer ik goed op te bouwen voor een mooi effect. En uit het kleine paletje van Dose of Colors en Isle of Sarah E. gebruik ik deze lichte kleur en die breng ik aan de binnenkant van mijn ooghoek om net iets meer ombre effect te creëren. Met de Tattoo Liner van Kat Von D trek ik een Winged Liner. En ga ik met de Colourpop Super Shock Shadow in Flexitarian Highlighter aanbrengen aan de binnenkant van mijn ogen. Ik krul mijn wimpers met mijn nieuwe wimperkruller van Charlotte Tilbury. En die breng uiteraard een laagje mascara aan. Lippotlood gebruik ik Done and Done van Pat McGrath. Dit vind ik een heel fijn lippotlood in een beetje dezelfde kleur als mijn lippen. En ik gebruik Jeffree Star Gemini als de Velour Liquid Lipstick. Omdat ik iets meer van glossy hou, ga ik met deze Dose of Colors lipgloss in de kleur Jazzy eroverheen om een mooie glossy lip te creëren. Uiteraard nog een beetje setting spray en dan is dit het uiteindelijke make-up look. Nu is het natuurlijk tijd om mijn haar nog even te fascineren en dat gaan we dus nu doen. Nou ja, uiteraard heb ik de handdoek eraf gehaald en kam ik het eerst even door. Ik ga een verstevigende spray gebruiken om volume te creëren en stevigheid in mijn haar. Deze is van Aveda. En de dark oil van Sebastian breng ik aan in mijn puntjes voor iets meer verzorging. En deze spray van Sebastian is voor hittebescherming en geeft een hele mooie glans aan je haar. Dus deze breng ik aan over mijn hele haar. Dan ga ik uiteraard droog feunen, maar ook wat meer volume feunen. Je
hier en daar ook een klein beetje met een borstel. Zo, nu is mijn haar helemaal klaar. Alleen ik vind het toch wel leuk om er iets meer mee te doen, dus ik ga de krultang gebruiken. Dit is mijn Chi Arc krultang. En dat is een automatisch roterende krultang. Dus zoals je ziet gaat die automatisch tegen je hoofd aandraaien. Dat werkt eigenlijk vrij makkelijk en snel en ik vind het wel erg prettig. Dus hiermee ga ik krullen maken door mijn hele haar. Ik kies voor iets meer grove slag, maar wel krullen die wel gewoon de hele avond zullen blijven zitten. Dan ga ik met mijn handen er doorheen, zodat het de krullen niet helemaal uitkomen. Ga ik nog een glansspray gebruiken. En als het helemaal mooi in model zit, dan is dit hoe het er uiteindelijk uitziet. Dan was dit dus mijn Get Glam With Me voor mijn diploma-uitreiking. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik je weer graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag! Doeg!